Kids, een hele goede morgen. Wij staan vandaag weer in een andere zaal en dat is Rotterdam Zuidplein Theater. Het podium is al opgebouwd en we hebben net een soundcheck gehad. We hebben al gezenderd en ik heb vandaag iemand die met mij meeloopt en dat is Niels. Hoi. Hallo Niels. En Niels is van RTV Utrecht. Dat is een publieke omroep van Utrecht en dat komt dus op televisie. En Niels die wilde eigenlijk heel graag een interviewtje met mij. En die gaat ook de show bijwonen. En die gaat kijken wat ik allemaal doe op een dag als vandaag. Dus ik vond ook dat Niels eventjes in mijn vlog moest. Want dit is wat vandaag mijn dag ook is. Niels aan mijn zijde. We gaan nu het interview opnemen. En ik neem jullie vandaag weer mee op mijn avonturen. Zo kids, kijk eens. Het decor die staat er al. En zometeen komen de kinderen binnen. Maar ik ben nog heel eventjes aan het filmen met Niels. Kijk, dat lampje wat je daar ziet, dat is Niels. Je ziet hem al in de verte een beetje zwaaien. Hi Niels! En ik ga jullie nu eventjes de zaal laten zien gelijk, nu ik hier toch sta. Want ik sta dus voor de doeken. En als ik me omdraai, dan is dit de zaal met, ja, met een heel erg groot balkon. Maar goed, we gaan bijna beginnen. Niels en ik gaan denk ik eventjes een broodje eten, want we hebben honger. En dan gaat de show starten. Zo, de muziek is gestart. Dat hoor je op de achtergrond. De kinderen komen nu naar binnen. De deuren zijn open. Ik eet nog even snel een broodje. Wat zit er vandaag op? Kaas met rucola en een beetje honing mosterdsaus. En een watertje. En wat heeft Niels? Broodje kaas en ook een watertje. Ook een watertje. Koffie. En de rest? Koffie. De rest heeft al gegeten. Want toen wij aan het filmen waren, heeft de rest gegeten. Dus wij zijn nu Spiedo González aan het eten. En dan gaan we zo met de show beginnen. Nou, we gaan beginnen. Ik loop nu naar het podium. Ik ga straks eventjes laten zien hoe de kleedkamers eruit zien. En onze chillinghoek. Maar nu loop ik eigenlijk al het podium op. Hey. Er staat hier, wat ga jij doen deze show? Oh, je bent opnemen. Ja, ik ben aan het opnemen, meneer. Het is highly classified wat ik doe. Nog één keer? Het is geheim. Geheim? Ja. Nee, wat ik ga doen. Ik zorg dat hier alles op toneel goede banen gaat lopen. Dus als er dingen zijn op toneel qua geluid of qua licht die doorgegeven moeten worden, ben ik het doorgeven uit naar boven toe. Interessant zeg. Dit is de eerste show dat we zo iemand hebben, moet ik zeggen. Hallo. Hallo. Waar gaat u zorgen deze show? Niet. Helemaal niks. U bent de administratie. Nee, ik ga kijken of de jongens werken. Oh ja. En werken ze? Of jij je best doet. Ik doe sowieso altijd mijn best. Dat toch kids? Ja, echt altijd. Maar ook hetgeen wat je moet doen. Ja, maar ook gewoon nog extra dingen. Oh, wow. Extra lief zijn bijvoorbeeld voor iedereen. Nou, goed. Ja. Ik ga weer door. We komen het podium op. En het podium is heel groot. Kijk, als ik hier sta, is daar de trap. En is het gewoon weer hetzelfde zoals altijd. Alleen de zaal is het anders. Maar goed, die heb ik net laten zien. Dus het komt helemaal goed. Zo, kuts. Het is nu eventjes pauze. En iedereen is nu eventjes wat aan het drinken. En hier chillen wij dus met z'n allen. En we hebben een echte bar. Yay, bar! Vinden we heel erg leuk. Hey, Sinterklaas! Hallo. Hey! Hallo! Wat zijn we aan het doen? Nou, ik ben me aan het ontmaken, hè? Je mantel ga je aan doen volgens mij. Ja, zeker. Dat moet ook allemaal gebeuren. Mogen wij zien hoe dat gaat gebeuren? Of jullie mogen zien hoe dat gaat gebeuren? Hoe jij je mantel aantrekt. Dat is eigenlijk een geheimpje, is dat. Toe Sinterklaas. Het is een beetje gevoelige kwestie is dat. Ze moeten onder mijn baard duiken. Want daar moeten ze een knoopje vastmaken. Oké, nou weet je wat kinderen? We houden het gewoon lekker geheim. Dag hoor. Dag, succes Sinterklaas. Hallo Pietje. Hallo. Laat je kleedkamer zien. Oh, dat is hier. Is dat hier? Ja. Hele mooie kleedkamer hoor. Oh ja, ik zie het. Supermooi. En met wie zit je hier allemaal? Met haar. Oh, met nog een Pietje. Allemaal Pieten hier. En dan is dit de kleedkamer van Sinterklaas. Maar die heeft niet zoveel spullen nodig. Nee, die heeft gewoon zijn mantel bij. En dat is eigenlijk het enige wat hij moet gaan doen. Dit is de kleedkamer van Linette. En dat is dat meisje die in het begin van de show gaat zingen. Dit is dus onze kleedkamer. En ons, dat betekent Love Piet, Meisjes Piet en Party Piet Pablo. Zitten we heel gezellig en Alex is er ook.
Hoi Alex, gaat het goed? Zeker, zeker. Kinderen zijn heel enthousiast. Heel enthousiast, dat horen we heel lampjes graag. Heb je gezien, lampjes? Ik zag enorm veel lampjes. Heel, ik zag bijna alleen maar lampjes. Het zit zo in mijn ogen zo te prikkelen. Ik zag alleen maar disco. Oh. Hallo Sinterklaas. Hey Sinterklaas, hoe is het ermee? Ja, ik heb mijn mantel om. Je hebt je mantel opgedaan, ja. Prachtig, hè? Lekker warm ook. En dan nog alleen je mijter en dan... Ja, ben je helemaal klaar om te gaan. Ik ga even snel eventjes laten zien. Ja, het is eigenlijk gewoon heel veel spullen. Extra kleding en spiegels. En de liefste meisjespiet. Hallo. Hoe vind je het gaan, meisjespiet? Ja, super. Het is hartstikke druk. Het is bomvol. Ik wou dat ik het jullie kon laten zien. Ik kan zometeen wel eventjes iemand... Stiekem. Ja, aan iemand vragen of die iets voor jou kan filmen. Want ik kan natuurlijk niet op het podium filmen. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om een keer beeld te hebben van de volle zaal. Ja, zou ik graag. Het vragen? Nou, ik wil even vragen. Ik ga er vragen. Kinderen, niet schrikken, maar ik wil nog eventjes met jullie het over meneer Barend hebben. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Barend hallo. Is best wel een lieve jongen namelijk, alleen hij is jaloers, dat is het meer. En als je jaloers wordt, dan gaan bij jou alle remmen los en doe je de gekste dingen. Ja, doe ik de raarste dingen. Terwijl je eigenlijk gewoon een hele normale, lieve jongen bent. Maar dan trek ik een pietenpak aan. Ja. Zie je dat? Dus nu is het net als ik naar Pablo in mijn vlog sta. Ik ben ik ben eigenlijk Pablo, maar dan een beetje bleekjes. Dan heel erg bleekjes. Ja, een beetje bleekjes. Een beetje pips. Heel lekker. Maar Barend, hoe vind je de shows gaan? Ik vind het erg leuk. Tot nu toe, ik vind het want erg je goed hebt gaan. Er nu al even denken. Laat zo'n 20 spelen. Iets meer toch? 26? Meer dan 20. Ik ben het wel kwijt. Ja, we zeggen gewoon 26. Ik ben van mening dat we 26 shows hebben gespeeld. Ja, ik ook. Dus jij ook. Ja, dat ben ik. En dat vind je nog steeds leuk? Dat vind ik nog steeds leuk om te doen. Nou, anders was ik er niet. Nee, dat is Nou, wel. Je wil gewoon Pablo zijn, ik wil gewoon Pablo. Ja. Stiekem wil ik gewoon Pablo zijn. Ik wil optreden. Ik wil gewoon optreden voor al die mensen. Ik ben gewoon een klein beetje jaloers, ben ik. Dat is helemaal goed. Nou, kids. Wij gaan weer door met show deel 30. Nee, deel. Nee, oh, deel 2. Deel 2. Heel erg goed, deel meneer Barend. Show, heel goed. Maar ik heb hem gewoon nergens kunnen vinden. Ik heb echt overal gekeken. Ik ben daar geweest en ik ben daar geweest. Het is nu pauze en wat wij altijd in de pauze doen, dat is deze zender, die hebben batterijtjes en die worden eventjes gewisseld. En dat doen we bij de batterijwisselman. Hoi. Hallo batterijwisselman. Hoe is het ermee? En ja, gaat heel goed. Hoe is het met jou? Lekker. Vind je het een beetje een leuke show? Absoluut. Ben jij aan het genieten? Ja, absoluut. En deze man die gaat mijn batterijtjes verwisselen. En die van mij. Hier zie je onze naam staan. Kijk, hier staat Pablo. Ja. En dat ben ik, Love Beat. En dan liggen onze microfoontjes liggen dan klaar op deze tafel. En de batterijtjes ook. En nu is het dus batterijenwisseltijd. Batterijenwisseltijd. Ja, nu. Ja, want we moeten echt niet hebben dat we op het podium staan en dan in één keer de microfoon uitvalt. Het zou je maar gebeuren, hè? Dan moet je heel hard schreeuwen, Love Beat. Dan moet je heel erg hard schreeuwen. Heel hard schreeuwen. En dat doe ik liever niet, want dan ben ik mijn stem kwijt. Kom niet meer zingen. Paniek. Ja, moeten we allemaal niet hebben. Nee, dus gaan wij batterijtjes wisselen. Ja. Meneer de batterijwisselman, wat is stap 1? We gaan het zandje uit je zak halen. Oké, uit de zak. Halen. Ik ga trouwens even zo staan, want we hebben iets beter licht. Nou, doe maar dat. Doe maar. Even jouw zenderkastje zoeken. Hij gaat dus mijn shirt omhoog doen. En dan zit daar dat zenderkastje in, wat jullie in vlog, even uit mijn hoofd, vlog 3 hebben gezien, hoe dat zit. Okay, daar heb ik alles uitgelegd over de zender. Nou, de zenderkastje haalt hij eruit. Kijk, dat is het kastje. Die gaat dan open. Hoppakee, batterijtje 1, batterijtje 2. En daar stopt hij de nieuwe batterijtjes weer in. Zo, kastje gaat weer dicht. Poppetje gezien. Gaat weer in het zakje. Shirt eroverheen. En dan zijn we eigenlijk klaar. Dus het is echt piece of cake. Dat is een uitdrukking dat het heel erg makkelijk is. Kids, ik wil jullie eventjes voorstellen aan twee super lieve meisjes. Hallo, Lorie. Dat zijn onze fotografen. En zij kunnen echt waar fantastische foto's maken.
En die zullen jullie wel hoogstwaarschijnlijk gaan zien op mijn Instagram en Facebookpagina. Maar ook op de Facebookpagina van Party Piet Pablo. Ja. En het Mega Zin Spektakel. Ja. En de Mega Zin Show. Dus eigenlijk alle foto's die je daar ziet, die worden door deze twee meisjes gemaakt. En ik vind dat ze wel even een shout-out mogen krijgen. Woe! Doei kinderen! Weet je wat super cool is? Hier backstage, kijk, daar is het podium. Hier backstage hangt een scherm. Kijk, hier. Nu zijn de gordijnen nog dicht en hier zitten allemaal kinderen. Op dat scherm kan je dus gewoon meekijken wat er allemaal gebeurt. Dus als ik eventjes af ben, dan kan ik gewoon hier... Wat gebeurt er allemaal? In plaats van dat ik het van de zijkant zie. Dus dat is best wel cool. En dat is eigenlijk bedoeld voor degene die hier zit. We hebben net al een gesprekje mee gehad. Die kijkt daar af wat er precies gebeurt. Maar ja, voor ons is het ook wel even leuk om mee te kijken. En wij gaan nu door de tweede show spelen. Ik heb namelijk fanmail gekregen. Super cool. En ik dacht, ik ga hem gewoon openmaken in de vlog. Dus ik probeer die brief even open te maken. Zonder dat ik alles scheur. Maar kijk hoe tof ze eruit ziet. Allemaal roze dingetjes erop. Ik vind hem nu al helemaal tof. Spannend. Wat zit erin? Even kijken. Pieter Smart en je mooie tekeningen maken ons Pieter blij, speciaal voor... jou en jij bent er speciaal voor mij. Iedereen die past in ons Pietenhart. Iedereen die past in ons Pietenhart. Wat een mooie tekst! Ik had hem zelf kunnen bedenken. Heel erg bedankt voor het lieve briefje. En ik ga hem sowieso bewaren. Hij komt in mijn plakboek met alle leuke fanmail die ik heb gekregen. Dankjewel! Zo kids, dat was weer vlog nummer 6. Ik ga de vlog afsluiten en vergeet vooral allemaal niet een blauw duimpje omhoog te doen. Hey.